Ik ben Tijn, ik ben 11 jaar en ik speel bij een onder 12 van SC Heerenveen. Wat voor soort voetballer ben je? Ik ben een verdediger en ik durf wel voor de man te komen en ik kan ook een goede sliding maken. De nieuwe jeugdspeler van de maand is de 11-jarige Tijn van Vliet. De jonge verdediger kende een goede periode, zit officieel bij Heerenveen onder 12, maar speelt al grotendeels mee met onder 13. Nu dus jeugdspeler van de maand, waarom ben jij het geworden? Ik denk omdat ik veel verbeterpunten heb deze week en maanden doorgemaakt heb. En dat het opvallend was dat ik ben gegroeid en dat ik beter ben geworden. En wat kon je dan bijvoorbeeld verbeteren, wat jij verbeterde? Bijvoorbeeld instappen en gewoon kort op de man blijven zitten. En de crossbal heb ik ook veel geoefend deze maanden. Nou, Tijn staat momenteel linkerverdediger, linksback. We denken dat hij meer links richting het centrum zal gaan. Maar voor ons is heel belangrijk dat ze op een jonge leeftijd meerdere posities leren spelen. Dus die twee posities speelt hij momenteel. Het kan ook nog zijn dat we hem of dit jaar of volgend jaar doorsturen in dat middenveld om daar te leren. Maar dit seizoen, in het huidige team, speelt hij linksback. En ook wat meer al in aanvallende rol, omdat hij het verdedigend steeds beter al voor elkaar heeft. Als onder 12 speler heeft hij gewoon alles al meegedaan bij de onder 13. En dat is al wel knap. Zeker gezien hij een stuk jonger is dan de gemiddelde in het team van onder 13. En in de maand januari een paar goede wedstrijden gespeeld waarin hij een groot aandeel heeft gehad. Nou, we zitten hier nu in de zaal. Waarom trainen jullie niet op het veld? Omdat we bijna elke dinsdag wel in de zaal trainen. En dan kan je ook beter worden in techniek en in ruimte zien. En nu zit je korter op elkaar en dan heb je meer druk. Maakt hem een talentvolle voetballer? Ja, talent vind ik altijd wel een heel groot woord. Hè. Wat is een talent? Nou, talent is denk ik in Tijnse geval dat hij snel leert. Daardoor zie je ook sneller een ontwikkeling. Dus dat vind ik heel belangrijk aan talent. Iemand die snel leert. Nou, talent is natuurlijk ook aanleg vanuit nature. Als je daar naar kijkt, dan is het een jongen die een goed gevoel heeft met zijn linkerbeen. Dus die goed kan trappen. Die ook al lang is voor zijn leeftijd. Dus coördinatief is momenteel nog niet goed. Maar die een goed postuur kan krijgen voor de voetballer op latere leeftijd. En ik denk dat bij elkaar, met zijn linkerbeen, want ja, dat is ook minder dan de rechtsbenige spelers, heeft hij wel een aantal kwaliteiten waarmee hij het ver kan komen. En wat zou je zelf nog aan jezelf graag willen verbeteren? Ik denk nog meer instappen en het middenveld ook kunnen verbeteren. Maar voor hem zijn de kleine ruimtes, zoals wennen en keren met zijn groei van momenteel. Zijn voetenwerk dus, achterwaarts lopen, kijkgedrag om hem heen kijken om te weten hoe het is. Nou, dat zijn wel een aantal dingetjes die wel belangrijk zijn momenteel om te ontwikkelen. Maar dat komt wel goed bij hem. Wie zijn jouw favoriete spelers? Van Heerenveen, Kik Piri. En van buitenland, Sergio Ramos. En wat zou je graag willen hebben wat zij ook hebben? Sowieso de wilskracht. Daar kan ik nog veel in verbeteren, want Sergio Ramos wint bijna alles in Spanje wat ik kan winnen. En denk ik nog meer lef hebben, gewoon met langer de bal houden en gewoon niet snel balverliezen rijden. Hij is heel zelfbewust, weet wat hij nog moet verbeteren, wat hij wil. Is dat al een van zijn sterke punten? Ja, absoluut. Als je kijkt naar de voetballer van de toekomst, op verschillende vlakken zoals atletisch vermogen en zo, dat kun je zo goed trainen. Maar intelligentie en zelfreflectie, ja, je zag het bij Kik Piri al op die leeftijd, dat is moeilijk te trainen. Dat heb je ook deels aan je kant ontwikkelen. Hij heeft het van zichzelf, dat zie je ook terug op school, dat krijg ik ook te horen van hem. Ja, dat is wel een hele belangrijke voorwaarde om jezelf te ontwikkelen en dus een betere voetballer te kunnen worden. En hoe zie je jouw toekomst? Je zit nu natuurlijk bij onder 13 en bij onder 12. Nou, ik wil graag het eerste van Heerenveen eerst halen en dan zie ik het wel.